hetgeen wat ze aan boord hebben gezet, dat is nu aan boord al nog waarschijnlijk. Dat is naar de auto gebracht. Dat, is naar de auto dat heb gebracht. Ik een filmpje van gemaakt, dat heb ik ook al naar Nadia gestuurd. In die kisten of? In die kist. Okay. En volgens meneer is dat gewoon, hij zegt dat dat wier is. Maar het is in ieder geval een afgesloten gebied waar je niet mag komen. Dus wij vonden dat een vrij serieuze zaak. Ja, nee, dat is... Door naar Schouwen-Duiveland, waar handhavers Albert en Mortaza samen op pad gaan. Er is direct werk aan de winkel. We waren in Bruggaamstede onderweg naar een groep jongeren die met alcohol zouden zitten. Alleen tussendoor kregen wij een melding dat er langs het Veerse Meer bij Kamperland, dat daar mogelijk zeekraal gestroopt zou worden. Op verzoek van het waterschap Zijlstromen zijn wij ter plaatse gegaan. Zeekraal is een plantje wat goed gedijt in zout water en eetbaar is, maar u raadt het al, het is niet toegestaan deze te plukken. Toen wij eenmaal daaraan kwamen, stond er in ieder geval iemand aan de kant die schijnbaar daarbij betrokken was. Die was al aangesproken door de medewerker van het waterschap. Hoi, goedemiddag. Hey. Dit is de meneer in het gebied. Dat is de meneer die ik gezien heb. Die op het afgesloten gebied bezig was. Oké. Okay. Doe jij meneer? Dan was ik even het verhaal van. Zullen even met mij meelopen? Ja, goed. Vanmiddag waren wij hier aan het werk. Ja. Je wist niet dat u daar niet mag komen? Nee, want er staan bordjes. Oké. Okay. Dus achter die rijpalen. Achter die rijpalen, wat. Het is afgesloten gebied, verboden toegang, mag je niet komen. Ja. Waren ze bezig? Aan de kant, dit staat zeker al. Ja. Dus er is vermoedelijk toen al gesneden. Ja. Waren vier personen. Dat is er nu weer, want het was één oudere meneer. Ja. Drie jongeren. Maar goed, ik kan dat weet ik dus niet zeker, want dat was te ver. Ja, oké. Okay. Zijn we vanmiddag hier aangekomen. Ja. Rond 3 uur. Ja. Toen zijn we een klein blauw bootje tegengekomen. Waar is het zo? Dat blauwe bootje. Dat kwamen we tegen. Ja. Er zaten vier personen in. Ja. Die meneer en die drie jongere gasten. Die gingen zo, staken die over achter dat jacht. En die zijn zo door de paalrij gegaan. Ze hebben het motortje naar boven getrokken. Toen hebben ze het bootje naar de kant gebracht. Yeah. En wat ik zag door de verrekijker is dat ze iets aan boord hebben gezet. Oké, want hetgeen wat ze aan boord hebben gezet, dat is nu aan boord al nog waarschijnlijk. Dat is naar de auto gebracht. Dat is naar de auto dat heb gebracht. Ik een filmpje van gemaakt, dat heb ik ook al naar Nadia gestuurd. In die kisten of? In die kist. Okay. En volgens meneer is dat gewoon, hij zegt dat dat wier is. Maar het is in ieder geval een afgesloten gebied waar je niet mag komen. Dus wij vonden dat een vrij serieuze zaak. Ja, nee, dat is... Ja, want het waterschap geeft geen ontheffing uit, hè, voor het zeekraal snijden. Ja, dat is van het Staatsbosbeheer. Dat is van Staatsbosbeheer. Oké. Okay. En meneer kon geen ontheffing overhandigen, dus ja, dan neem ik aan dat hij daar... Nee, dan zal hij dat niet hebben. Ik zal Nadia even bellen en vragen wat... Heeft u veel meegenomen of valt het mee? Ja, daar gewoon in de kist. Oké. Okay. En dat is gewoon wier, dat is gewoon niks bijzonders. Oké. Okay. Nee, het gaat erom dat het afgesloten gebied is. Ik, dus dan begrijp, mag sowieso niks mee worden. Dat heb ik meegenomen. Net meegekregen, inderdaad, van, van waterschap. Ja. Maar daar is niks afgesloten. Ik kan daar tussendoor... Ja, de kratjes staan bij de auto en wij hebben langs het water aangetroffen. En ze hebben een bootje mee. Nou, daar kunnen we niet op zien wat daar, of daar nog iets op ligt. Want daar zijn ze alweer mee terug het water op. Dus ja, we hebben alleen hetgeen wat nu even bij de auto staat. Als ik verkeerde dingen van plan was... Ja. Dan was ik meteen gewoon rond de schijnland te doen. Ja, nee. Prima, nee. Ging het voor je wel. Het gebied waar meneer zich bevond met de boot was een verboden toegangsgebied. Onderdeel van een gebied van Staatsbosbeheer. Waar onder andere zeekraal groeit en andere natuurverschijnselen. Je mag alleen zeekraal snijden op het moment dat je daar een ontheffing voor had. En die had meneer duidelijk niet. Ik geef me net door aan de terreinbeheerder, dat is Staatsbosbeheer. Ja. Ja. Dat er mensen aanwezig zijn in een afgesloten gebied. Ja. En wat er dan verder gedaan wordt, of dat het nu stroperij is op beeld of... vis of weet ik het wat, dat is voor mij niet van belang. Nee, okay. Je mag er niet komen. Nee, oké. Okay. Daar krijgt ook een bekeuring voor. Voor artikel 461. Als we even meelopen dan, even kijken wat u allemaal hebt meegenomen. Het is enkel zeewier. Dit is gewoon bier. Time and time. Oké. Okay. En dan gaat rotten en dat is goed voor de grond. Er zit niks onder of... Alsjeblieft. Kijk, dat is ook het enige. Dat is het enige. Wilt u daar vrijwillig afstand van doen? Ja, tuurlijk. Ja? Dus daar heeft u geen problemen mee? Ik niet. Oké. Okay. Ja, verder voor de bekeuring voor 461. Ja, wat ik al zei, ik ben niet tot antwoorden verplicht. Maar u heeft ook een recht op rechtsbijstand. Mm-hmm. Dat betekent dat u recht heeft op een advocaat.
Dan moet u wel zelf regelen en betalen. Mm. Wilt u daar gebruik van maken? Nee, natuurlijk niet. Nee? Wilt u dan een verklaring afleggen waarom u op verboden terrein bevond? Wij ruimen overal rommel op. Dat doen wij eigenlijk met verschillende personen langs het hele eiland. En daar heb ik inmiddels ook wat meegenomen, want dat vertelt die meneer van het waterschap niet. Ik heb net een paar stukken plaat gebracht bij hem. Dus wij ruimen overal rommel op met verschillende personen? Juist. En ik was daar eventjes aan het zoeken en kijken hoe dat er daaruit zag. De man was zich eigenlijk van geen kwaad bewust. Was rommel aan het opruimen, zeewier opgeharkt. Want ja, dat gooit hij op zijn land schijnbaar. Meneer doet vrijwillig afstand, van. Even goed foto's maken van hoeveel het is en wat het is. Of er verder nog consequenties vanuit Staatsbosbeheer aan zitten, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou je dan achteraf misschien van hun horen. Ja? Verder. Dan nemen wij dat mee en dan. Dan wij de. Heb je voor de rest nog dingen in je auto staan van die spullen? Ja, is goed. Doe maar de doeken open. Kom je ook even mee of niet? Ja. Nee, hier regelt het om, hè? Hey. Ik regel het. Ja, natuurlijk. Ik doe gewoon mijn werk. Ja, ik ook. Dat doen we hier al jaren. Ja. Boel opruimen. En dit is mijn dank. Dan ben je, jaren verkeerd bezig. Ja, je moet niet lullen. Ik doe gewoon het boel opruimen. Dat doen wij al heel lang. Dan moet je niet in een afgesloten gebied lopen. Klaar. En anders moet je een ontheffing hebben. Als je mij een ontheffing kan overhandigen, dan is het prima. Wat liggen er ook nog dingen op die boot of niet? Die nu weer. Misschien dat je nu even. Misschien dat je nu even terug wil laten komen, dan hebben we in ieder geval als. Niet. Ik ben onderweg. Ja, nou, uiteindelijk komen ze toch een keer. Een paar tassen. Uiteindelijk komen ze toch een keer terug of niet? Want wanneer weten ze nu dat ze dan terug moeten komen? Dat weet ik niet. Hè? Bel even als ze terugkomen. Die komen niet hier naar terug. Als je wilt spreken, hij naar Kortgene. Nou prima, dan rijwacht hij aan mee naar Kortgene. Ik vind het wel leuk geweest. Nee, maar prima, dan rijwacht hij aan mee naar Kortgene. Dan kunnen we in ieder geval dat ook uitsluiten. Helemaal goed. Ja? Ja. Dan rijwacht hij aan. Prima. Spring ik wel op. Nee, prima. Dan, als jij dit op wil ruimen vraagt, dan rijden wij achter hem aan. En dan, dit gooit mooi weg. Ja, hij had nog 3 jongens bij zich op een bootje. Het leek wel of dat het afgesproken was dat hun direct zouden wegvaren. Die hebben we ook later nog gezien in Kortgene bij de haven daar zo. En dus is het wachten tot het betreffende bootje arriveert. Hoi. Hallo. Hallo. Ja. In de boot geen verboden spullen. Nee, is goed dan. Gaan we even verder. Bedankt. Ik wil eigenlijk toch wel weten wat of nou weer de bedoeling van die bekeuring is ook en zo. Ik vind het echt zuur. Ik vind het vreselijk zuur. Ja, u krijgt hem gewoon thuis gestuurd en als u wil mag u in bezwaar gaan. Ja, maar dat kost me vervolgens geld voor een advocaat. Nee, hoeft niet. In bezwaar kunt u ook zelf gaan. Er staat aan de achterkant hoe dat moet. Ja, oké. Okay. Ja? Ja, is goed. Meneer heeft in eerste instantie boete gekregen voor het verboden toegangsgebied. Het 461 gebied, zeg maar. Mocht het uiteindelijk blijken dat hij schade heeft aangericht, dan zal de schade uiteindelijk ook nog op hem verhaald worden door Staatsbosbeheer. Meneer handelde zeer waarschijnlijk ter goeder trouw. Maar je begeven op verboden gebied leidt nou eenmaal wel tot een sanctie die justitie zal bepalen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.